waardoor ze dus ook niet in huis. En wat doe je dan met de bevallen en de niet gebruikte geneesmiddelen? De top 5 dus. Uw geneesmiddelenkastje, hoog en droog. Maar ik kom bij veel mensen en meestal voel ik geneesmiddelen terug in de badkamer, in de keuken. Dat zijn de plaatsen waar het niet thuis hoort, omdat dat meestal te vochtig is. De meeste geneesmiddelen moeten droog bewaard worden. Hoog, dat is voor de grijpgrage kinderhandjes. Maar we zien in het slaapkamerkastje, de slaaptablet, het broodmandje, de pil. We zien alles overal. Het tweede dat heel belangrijk is en dat dikwijls vergeten wordt, is hou ze in de originele verpakking en houd de prijsschrijver erbij. Daar staat tenminste op wat het is, voor wie dat kan gebruikt worden, in welke omgeving. Dat zijn dingen die je met de liste alleen niet terug.